Je hebt een snor. Ja, maar dan komt dat ik dit nooit drink. Hoezo niet? Melk niet? Nee, ik hou niet zo van melk. Nee, echt niet? Dus ik ben geen melkmeisje. Ja, over zuivel, daar gaan we het vandaag over hebben in Boerentart. Ja, melk en alles wat je daarvan kan maken. Denk dus aan kwark, yoghurt, boter en heerlijke kaas. Ja, welke kaas? Brokkelige oude kaas of van de jonge kaas? Nee, ik vind alles lekker aan kaas. Zuivel dus en de vraag of onze Gelderse koeien voldoende melk kunnen produceren voor al die 2 miljoen Gelderlanders. Denk het wel, toch? Ik neem nog een glaasje melk. Nee, neem die van mij maar. Ja. Ja. Echt niet? Doe dat mee. Of we ook genoeg zuivel hebben. Jongens, wat zijn dit voor vragen? Wat dacht je hiervan? Dit is Den Eelder in Well, op de rand met provincie Brabant. Misschien wel de grootste melkveehouderij van Gelderland. Hier hebben ze koeien, heel veel koeien. En van de melk van al die koeien maken ze zelf zuivel in alle soorten en maten. En daarvoor hoef je niet naar Well, want die staat ook gewoon in het schap van de supermarkt. Nou, dat heb ik nog niet zo vaak gedaan hoor, met de fietsenstal in. Hi, Ernst. Hoi, dag Esther. Ja. Ernst, ja. Ja, Esther, Boerentart. Ja. Lijkt een beetje op elkaar, hè? Mag ik hem hier neerzetten? Ja, tuurlijk, schrikken de dames ervan? Nee hoor, geen probleem. Ja, Ernst, ik ben hier omdat ik op zoek ben naar het Gelderse melk. Maar als ik zo om me heen kijk, heb jij daar voldoende van, of zeker niet? Nou en of. Hoeveel dames heb je staan? 700. 700? Ja. Nou, dat is een flink bedrijf. Ja, klopt. En hoeveel melk produceer jij dan? Weet je dat zo uit je hoofd? 22.000 liter per dag, 23.000 per dag. Hoe ben je daar in verzeld geraakt? 40 jaar geleden, boer geworden. Met de ruilverkaveling hier naartoe gekomen. Bedrijf net overgenomen. Net een nieuwe stal gebouwd hier, op deze locatie. Hoeveel koeien had je toen? Toen hadden we er 130. Okay. En we bouwden een stal voor 250 koeien. Toen ging de rente omhoog naar 12-13%. En toen kwam er een melkquotering. Waardoor de stal inderdaad niet vol kon, maar dat we op die 130 koeien bleven hangen. Toen dacht ik, dit gaat niet goed. We moeten toegevoegde waarde aan onze melk geven door hem zelf te verwerken. En de quotering gold niet voor producten die je zelf maakte. Als je een eigen zuivelmakerij had? Als het geen melk, room, boter of kaas was. Dus yoghurt mocht, karnemelk mocht, vla mocht. En toen dacht jij, dat kan ik. Dat ga ik doen. Gaan we proberen. Ja. Was het echt zo makkelijk? Nou, er kwamen ook, waren nog wel wat uitdagingen, maar die zijn we nooit uit de weg gegaan. Nee. Ook nu niet. Nu is het jullie ook gelukt om met jullie producten in die supermarkt te komen. Was dat nou nog een hele grote uitdaging? Dat is echt stapje voor stapje gegaan. Daar hebben we inmiddels ruim 30 jaar over gedaan, naar de huidige omvang toe. Maar je moet zorgen dat je een onderscheidend product hebt. En je moet zorgen dat de supermarkt daar een goede marge op kan maken. En die marge die moet beter zijn dan de marge die ze maken op fabrieksproducten. En waarom wilden jullie dat zo graag, dat je ook in die supermarkt komt liggen? Want je had hier ook gewoon een eigen winkel aan de straat kunnen openen natuurlijk. En maar, daarbij laten. Ja, maar dan kun je geen volume verkopen. Nee. Dus we hebben, toen we begonnen in 90, zijn onze eerste pakken zuivel geproduceerd. Toen hebben we meteen gezegd, we moeten zorgen dat we richting de supermarkt kunnen. Dus we gaan het in een pak doen, niet in een fles. We gaan dat pak voorzien van een streepjescode. Was in 1990 ook nog lang niet vanzelfsprekend. En zo hebben we het stapje voor stapje opgebouwd. Waren jullie eigenlijk boeren die gewoon heel groot dachten? Nou, dat weet ik niet. Nee. Dat weet ik niet. Of die in ieder geval durfden? Ja. Ik heb regelmatig bij de bank om vergiffenis gevraagd in plaats van vooraf om toestemming. Ja.
Ik heb de jongens gewaarschuwd dat ze het niet meer zo moeten doen zoals ik het 30 en 40 jaar terug deed. Want dat wordt vandaag de dag niet meer geaccepteerd. Dat noemen ze nou de macht van het getal. Maar is het ook genoeg? Denk het wel, toch? Of zullen we voor de zekerheid toch maar weer zo'n knappe kop uit Wageningen consulteren? Kijk, Jelle, hallo. Frank Oosterwegel, Boer het Hart. Jelle Zijlstra, Wageningen Universiteit. Hi. Hoeveel melkveehouders hebben wij nog in Gelderland? Op dit moment nog 2400. 2400? Ja. Oké. En hoeveel melk produceren die? Ja, dat is 2,1 miljard kilo's. 2,1 miljard pakken melk eigenlijk. Maar wow, als we het puur dan zien als pakken melk. Want een deel gaat natuurlijk ook wordt kaas en zo. Ja, 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 ja. En hoeveel is het dan in heel Nederland gezien? Dat is 14 miljard. Dus Gelderland heeft 15% van de Nederlandse melkplas wat het produceert. Dan zijn we dus best wel een grote melkveehoudprovincie. Samen met Overijssel en Friesland, die produceren ongeveer evenveel als Gelderland. Dat zijn de drie groten als het gaat om melkveehouderij. En wat consumeren wij dan als Gelderlanders per dag van al die zuivel? Ja, nou, wat de meeste mensen het meest zal opvallen is de pakkenmelk. En daarvan consumeren we 220 gram. Dat is dan niet alleen maar melk, maar ook yoghurt, vla, karnemelk. Alles wat we vloeibaar aan melk drinken. Dat is ongeveer een goed glas vol. Ja, ja. De volgende categorie is kaas. 70 gram kaas per dag. Dus dat is aardig wat. Dat is best veel. Ja. Ja. En als je het omrekent naar jaarbasis, dan is dat 25 kilo kaas per consument wow, in Nederland. Oké. Okay. En daarmee consumeren wij ook relatief veel melk. Want om 25 kilo kaas te maken, is 250 kilo melk nodig. 1 op 10. Ja. En is dat dan volgens de richtlijnen van het voedingscentrum ook... Ja. Oké, wat we aan zuivel consumeren? Nou ja, zuivel staat weliswaar in de richtlijnen voor het voedingscentrum. Maar het voedingscentrum ziet graag dat we vetarme, halfvolle producten consumeren. Tot en met 30 plus kaas aan toe in plaats van 50 plus. Ja. Ik vind overigens een 50 plus kaas lekkerder dan een 30 plus, maar ja, dat terzijde. Terug naar de koe, want die levert elke dag in volstrekte anonimiteit een prestatie van olympisch formaat. Maar applaus? Ho maar. Het is de hoogste tijd om een van die dames eens in de schijnwerpers te zetten. Hi Esther, Boer in het Hart. Hi, Jouke. Ja, als het goed is, heb jij een paar bijzondere koeien die ik heel graag wil zien. Ja, dat klopt. Kom maar even mee naar binnen. Ik ben benieuwd. Deur open of dicht? Doe maar even dicht voor de kou. Ja, zo. Nou, dit is eigenlijk een van de bijzondere koeien. Nummer 23. Nummer 23, ja. Hoe heet ze? Excitement. Excitement, nou dat klinkt al goed. En wat is er zo excitement aan haar? Nou, dit is een koe die al meer dan 100.000 kilogram melk heeft geproduceerd in haar leven. Zelfs 130.000 kilogram melk al. En ze is 11 jaar oud nu. Dus het is eigenlijk een koe die al heel lang meegaat. Zij heeft echt al een mijlpaal voor 100.000 liter melk gegeven aan jullie. Ja, en daar zijn we best wel trots op. Ja? Ja, zeker. Want hoe vaak komt dit nou voor? Het komt wel iets vaker voor tegenwoordig, maar het blijft nog steeds een unieke prestatie van de koe. En niet alle koeien halen deze leeftijd, maar ook niet alle koeien halen deze levensproductie. Ja, ze is groot, dat zie ik. Toch, ze is wel wat groter. Ja. Nou, dat is eigenlijk een koe met, die mooi gebouwd is, goed op de benen is en nog heel makkelijk kan bewegen in de stal. En dat is toch, dat zien we graag, zodat een koe oud wordt. Kun je het ook meteen zien als je zo'n koe als kalf binnenkrijgt bijvoorbeeld? Of als het hier geboren wordt, dat je denkt, nou dat zou wel eens een toppertje kunnen worden? Nou, het leuke is, wij kopen niet zo heel vaak van een ander bedrijf dieren aan. Maar deze koe hebben we toevallig als kalfje gekocht. Met het idee dat het best wel een goede kon worden. Nou, dat zien we dus nu, dat het ook achteraf wel een goede keuze is geweest. En dat het wel een goede koe is geworden. En dat is dan uit een bepaalde familielijn? Ja, dat is uit de koefamilie waar we best wel veel vertrouwen in hebben gehad. Nu staat hier achter ons ook de oude generatie, je opa. Maar ja, in zijn tijd gaven de koeien volgens mij geen 100.000 liter in hun leven, toch? Nee, dat klopt. In het verleden was de productie wat lager.
In de tijd van mijn opa was het rond de 5.000, 6.000 liter per koe. Momenteel zitten wij hier op 12.000 liter per koe. Per jaar is dat dan, hè? Per jaar, sorry, ja. En gemiddelde productie in Nederland per koe is rond de 9.000 liter. Dus het is bijna verdubbeld. Kijk Esther, dit is al een dochter van de koe die we zo net zagen. En deze koe heeft ook al 120.000 kilogram melk geproduceerd. En de witte koe hier is ook een dochter van de oudste koe. En deze heeft ruim 90.000 kilogram melk geproduceerd. Dus ook al een hele prestatie. Oh, zij is er bijna dus? Bijna nog niet, maar we verwachten wel dat het dit jaar gaat gebeuren, ja. Maar dan wil je, denk ik, heel graag de kalfjes van deze dames houden. Ja, ja daar willen we graag mee verder. Want daar heb je dan wel vertrouwen in? Ja, zeker. Jouk, als ik jou zo hoor praten, heb ik wel het idee dat het een beetje een sport voor je is. Dat is het ook inderdaad. Het is een stukje sport, maar ook zeker liefhebberij en een stukje hobby van ons. We vinden het leuk om met de dieren te werken. En het is echt een uitdaging om de dieren zo goed mogelijk te verzorgen. Ja. Dus we hechten heel veel waarde aan dierenwelzijn en koekomfort. Om toch de koeien ouder te laten worden en de productie te laten geven wat erbij past. Maak even een klein uitstapje over de provinciegrenzen. Mag wel hè, collega's van RTV Oost? Want in Haaksbergen boeren de gebroeders Schrobben. En die hebben het roer radicaal omgegooid. Ze noemen het de Nieuwe Melkweg. En ze werden nog net niet voor gek verklaard, want zo zijn ze niet in Twente. Maar er werd aanvankelijk wel met wenkbrauwen gefronst. Kom! Hey! Hey. Dit is dus de Nieuwe Melkweg. Dit is de Nieuwe Melkweg, ja. Oké. Okay. Ik had koeien verwacht. Waar zijn die? Die hadden wij een jaar geleden, liepen hier nog koeien. Maar inmiddels zijn die op een andere plek, bij andere boeren in Twente. Ja. En hebben we ruimte gemaakt voor sojabonen, Nederlandse sojabonen. Nederlandse sojabonen. Daar wordt melk van gemaakt. En daar maken wij tegenwoordig melk van, ja. Mag ik ze zien? Ja, tuurlijk. Die bonen? Ja. Ja? Het Nederlandse goud, hè? Het Nederlandse goud? Nou, dat was het maar waar, want dan werd er al veel meer de Nederlandse soja verbouwd, denk ik. Oh, kijk eens, joh. Maar dit is het. De Nederlandse sojaboon. Die groeien gewoon op jullie veld? Die groeien hier in Twente, die groeien in Zeeland, die groeien in de polder, ja. En nou ken ik soja als het product dat uit de tropen komt, waar regenwouden voor worden gekapt. Maar dat hoeft dus niet? Dat hoeft niet, nee, zeker. We moeten wel eerlijk toegeven, er wordt ontzettend veel soja geconsumeerd door dieren en door ons. Dus we zijn nog lang niet in staat om alle soja hier in Nederland te telen. Op dit moment. Mm-hmm. Maar het kan in ieder geval heel veel minder. Ja. En dat willen wij bewijzen. Ja. En het hoeft dus niet allemaal in veevoer te zitten. Het is dus ook voor humane consumptie. Zeker. Ja, het is juist heel mooi voor humane consumptie. Omdat je eigenlijk een schakel er tussenuit haalt. Dus je kunt per sojaboon, een stukje eiwit wat erin zit, kun je veel efficiënter omzetten tot een consumentenproduct. Ja. En bij de koe gaat ook wat verloren, om maar zo te zeggen, aan de koe. Ja, ja. Ja, ja. Jij komt uit een boerengezin. Je ouders hadden een boerderij met koeien. Boerenzoon. Boerenzoon, ja zeker. Maar dan toch trickertje om plantaardig te gaan. Ja, ik denk dat zoals heel veel boeren, ze zijn ondernemers. En je gaat kijken natuurlijk van, zit de toekomst in het bedrijf? Nou ja, wij zagen met 75 melkkoeien, wisten wij niet zeker of dat het geval was. Okay. Dus we zijn echt verder gaan kijken. Nou ja, mijn broer en ik hebben in Wageningen mogen studeren. Duurzaamheid staat natuurlijk hoog in het vaandel. Ja, en dan werd je wel getriggerd om daar iets mee te gaan doen. En als je dan een markt ziet in plantaardige zuivel, wat eigenlijk voornamelijk uit het buitenland kwam, dachten we, daar klopt iets niet. Nou ken ik koemelk, ik weet waar het vandaan komt, ik weet hoe het eruit ziet. Maar hoe haal je hier uit deze boon nou melk? Ja, ik snap die vraag, maar eigenlijk is het antwoord vrij simpel. Maar dan ga ik je daar even voor meenemen naar de productieruimte. Oké, ja, gooi ik deze hier terug.
Willem. Hoi. Hi, wat ben je aan het doen? We hebben net lekker karnemelk gemaakt hier. Altijd goed, toch? Ja, zeker. Ja, en het is super goed gegaan. Ja, lust je dat nog wel als je opgegroeid bent als de zoon van de grote zuivelmaker? Het heeft wel 20 jaar geduurd, denk ik. Maar daarna ben ik weer karnemelk gaan drinken. Ja, want hoe is dat als je zo op zo'n bedrijf als dit opgroeit? Hoe is dat? Ja, het is als kind heel leuk. Ik heb echt een fantastische jeugd gehad. En op een gegeven moment ook weer dat ik dacht, in mijn puberteit aan het eind van, maar waarom wonen we hier zo ver weg? En toen heb ik in ieder geval ergens anders naartoe moeten gaan om toen weer terug te komen hier en te ervaren wat voor bijzondere plek het is. Ja, want nu werk je hier gewoon weer volledig. Ja. Er is iets toch wat je trekt, denk ik dan. Wat doe je nu allemaal? Ik ben verantwoordelijk echt voor het maken van de zuivel. En de verkoop daarvan en het vertellen van het verhaal, hoe we dat doen. En mijn broer is echt verantwoordelijk voor het stuk daarvoor. Nu liggen jullie inmiddels zelfs in het supermarktvak. Hoe is dat? Dat je jouw producten daar ziet liggen? Ja, dat is gewoon heel cool. Het is echt heel leuk om met elkaar dus de hele keten in beheer te hebben met alle mensen waar we mee werken. En dan uiteindelijk dus een product te maken wat je dus ook weer terugziet in het schap of met mensen thuis in de koelkast. Ja, dat maakt je wel heel trots. Maakt het af en toe een beetje ingewikkeld, maar geeft ook heel veel terug als het lukt. Ja, en ingewikkeld is om het in het schap te krijgen in de supermarkt en te blijven. Om het in het schap te krijgen, om te zorgen dat het dan blijft verkopen. Om dan, als je 5 pakken vla per week in de winkel verkoopt, om dan te zorgen dat het de volgende week 6 zijn. Nee, dat is wel... Ja, want er is wat concurrentie, hè, in Nederland, toch? Zeker veel concurrentie, ja. Maar ze zijn echt een zuiverland, dus er wordt heel veel zuiver gemaakt. Blijft jullie product vooral in Nederland of gaat het van jullie ook door heel Europa? Nee, voor ons blijft alles in Nederland. Dus Nederlandse melk, verwerkt in Nederland, hier op de boerderij, blijft allemaal in Nederland. Maar hoe denk je dat de toekomst eruit gaat zien? Ik denk in ieder geval dat we dus... We moeten nog steeds mensen blij maken met de zuivel die we maken. En dat is niet alleen maar met dat het lekker smaakt, maar dat alles wat je doet eromheen moet kloppen. Dus hoe ga je om met je dieren? Hoe ga je om met biodiversiteit in het weiland? Met je weidevogels? Hoe staat het ervoor met die welzijn? Hoe ziet je CO2-footprint eruit? Helemaal nog niet dingen waar wij allemaal misschien koploper mee zijn, maar wel dingen die heel belangrijk zijn en waar we ook bij elke nieuwe beslissing eigenlijk weer rekening mee proberen te houden van hoe kunnen we toekomstproof worden? We produceren al onze energie hier. Dat is iets wat we belangrijk vinden. Dan zeg je dan gaan we daarvoor. En nu volgend jaar hopen we een nieuwe stal te bouwen en dan kan het dierwelzijn van de koeien weer naar een super hoog niveau. Maar dan willen we de stal van de toekomst bouwen. Ja. Dus zo ben je ook hier aan het kijken, hoe kunnen we continu verbeteren? Nou zijn jullie bij de Wageningen Universiteit al jaren bezig met onderzoeken ook naar de toekomst voor de melkveehouderij. Er stoppen ook heel veel boeren. Wat betekent dat voor de melkproductie? Dat aantal stoppers, dat betekent voor de melkproductie eigenlijk niks. Die blijft ontzettend constant. Want de bedrijven die stoppen worden overgenomen door de bedrijven die blijven. Dus die bedrijven die blijven worden steeds groter, krijgen steeds meer koeien. En produceren steeds meer melk en compenseren dan het verlies aan melk wat de stoppers opleveren. Nou zijn er de laatste jaren heel wat alternatieven op de markt gekomen. Sojamelk, havermelk, zelfs Friesland Campina brengt die producten in de schappen. Moeten de melkveehouders zich zorgen gaan maken? Nou, ik denk het niet. Het marktaandeel is nog relatief klein. Maar los daarvan, dit biedt ook kansen. Dit soort veranderingen biedt kansen. Allereerst kun je natuurlijk haverproducent worden of amandelproducent. Of als het gaat om soja, dat is wat moeilijker te verbouwen. Maar wat we heel goed kunnen verbouwen zijn lupinen en veldbonen. Die kun je ook gebruiken als ingrediënten voor dat soort alternatieve dranken. Dus dat is een kans. Een kans voor een melkveehouder om te switchen of om het ernaast te gaan doen? Ja. Ik realiseer me dat het ver van het bed ligt voor een melkveehouder. Maar het kan wel. En het tweede, als we het hebben over kansen, kijk, deze hele beweging richting alternatieve melksoorten, daar zit een gedachte achter. En de gedachte van veel mensen die dit kopen is van, ik wil dat voeding op een duurzame manier wordt geproduceerd, die goed is voor het klimaat. En bij melk is dat minder het geval en bij die alternatieve dranken is dat beter.
dat is ook een soort wake-up call, een soort signaal naar de melkveehouders toe van... hé, hey, er wordt waarde gehecht aan de duurzame manier van het produceren van melk. Nou, dat kunnen we in de melkveehouderij. Kan dat ook beter? We kunnen duurzamer melk produceren als de condities goed zijn, de marketplace goed. Dus dat is een heel duidelijk signaal, denk ik, dat consumenten meer aandacht leggen bij het kopen van melk in de winkel op dit soort argumenten. Hier gaat het boontje heen. Hier gaat het boontje heen, ja, klopt. Ja, dit ziet er heel industrieel uit allemaal. Dat is het eigenlijk ook wel. Dus je komt tot de conclusie dat je als je soja drinken maakt op keukenschaal, dan denk je, oh, dat kan ik wel. Dat is eenvoudig. En dan kom je tot de conclusie, als je het op grotere schaal wil produceren, dat er heel wat bij komt kijken. Maar ik hoor jou zeggen soja drink. Officieel moet ik zeggen soja drink. Je mag het geen melk noemen? Officieel niet, nee. Volgens de richtlijnen niet. In de volksmond wordt het natuurlijk gewoon melk genoemd. Dus af en toe gebruik ik het ook wel, de term melk. Maar of je op de verpakking, op commerciële doeleinden, moet ik drink gebruiken. Ja. Oké, okay, ja. En nou hebben we net die bonen gezien, hè? Die sojabonen. Ja. Een handje vol, levert dat al een liter melk op? Of hoe gaat dat? Nou ja, bijna wel. Dus wij zijn nu in staat om van 100 gram bonen, of een kilo bonen, kunnen we al 8 kilo sojamelk, sojadrink maken. Dus we kunnen eigenlijk al met een paar hectare sojabonen, sojaplanten in Nederland, kunnen we eigenlijk al heel veel mensen voorzien. Dus dit is eigenlijk een van de belangrijkste machines. Deze maalt de sojaboon met water tot een slurry. Oké. Okay. En dat is een heel belangrijk proces, want we willen die eiwitten en de vetten die in de sojaboon zitten, die willen we zoveel mogelijk in de sojamelk krijgen. Ja, ja, ja. Dus dat is een maalproces. En dan gaat het daarna hier? Gaat het in deze tanks. De tank ja, hier. Klopt. En vervolgens in deze tank laten we het roeren, zodat ook die voedingswaarden die in die boon zitten en gemalen zijn, ook goed opgenomen kan worden door het vocht. En vervolgens, en dat laat ik nu, is het allemaal een beetje geheim, want het geheim van de smid. Maar daar scheiden we de slurry, de dikke massa en de dunne massa van elkaar. Ja, 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 ja. En eigenlijk in de basis heb je de dunne massa is sojamelk. Is het dan de bedoeling, Tom, dat je er een product van maakt dat lijkt op melk? Nou, je kunt op verschillende manieren kun je natuurlijk iets op melk laten lijken. Ik denk qua voedingswaarde doen we heel erg ons best. Want uiteindelijk wat mensen vaak doen, graag doen, is als ze plantaardige alternatief willen consumeren, dan swappen ze. Dus ze swappen van bijvoorbeeld een yoghurt, in ons geval, naar een plantaardig alternatief voor yoghurt. Ja. Dus dan is het in ieder geval belangrijk dat het qua voedingswaarde in de buurt komt. Daarom is soja yoghurt eigenlijk een heel mooi alternatief, omdat het qua voedingswaarde het meest in de buurt komt van zuivel yoghurt. Ja. Qua smaak, natuurlijk wil je niet een compleet ander product, maar gaat het vooral omdat het heel lekker is. Want uiteindelijk wil je een lekker ontbijt. Of dat nou naar koe-yoghurt smaakt of naar soja-yoghurt, dat maakt dan eigenlijk niet zoveel uit. Het gaat hem vooral in de ingrediënten waar wij het meest op focussen. Nou, dit is het product wat we er uiteindelijk van maken. Yoghurt? Ja, yoghurt. Een plantaardig alternatief voor yoghurt. Okay. Zo mogen we het noemen. Ja. Met nadruk op yoghurt. Ja, daar komt het eigenlijk op neer. Even proeven natuurlijk. En, ja. Moet ik zelf natuurlijk ook weer even proeven. Oh jee. Welke kant gaat dit op? Ja, het heeft zeker de structuur. Maar het zuur proef ik zeker. Ja. Ja. Maar er zit ook nog wel zo'n soort erwt in of zo, ja. Ja, dat is de sojasmaak. Ja. En daar, ik ga er een beetje van uit dat jij voornamelijk gewone koeyoghurt eet. Eigenlijk wel, ja. En dan is dit echt wennen. Maar we merken echt de mensen die dus regelmatig sojayoghurt als ontbijt eten, dat die dat heel prettig vinden. En juist de sojasmaak wel prettig vinden. Ja, Maar dat is even wennen. We hebben dus zuivel in overvloed. Gelderland is een waar land van melk en honing. Ruim 124.000 hectare grond. Meer dan de helft van alle landbouwgrond staat ter beschikking van ons melkvee. Nou hoor ik u zeggen, kan dat niet wat minder? Want we hebben ook nog ruimte nodig voor peulvruchten, groenten en alles wat we nu in Gelderland tekortkomen. Een logische gedachte.
Alleen is een groot deel van die grond voor weinig anders bruikbaar. Gelderlandland zal dus ook in de toekomst een zuivel exporterend land blijven.